Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. En jawel, 41 weken zwanger. Still going strong. Ja, ik dacht misschien neem ik deze video niet op. En toen dacht ik vanmorgen, ik ga het gewoon wel doen. Want het is toch echt anders dan, ja, net 40 weken en bla bla. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. Het zal niet een hele lange video worden. Hij komt eigenlijk online volgens mij als ik al echt al heel lang bevallen ben. Want ik had natuurlijk niet gepland dat er nog zoveel video's na de 40 weken zouden komen. Tenminste, zoveel. Ik heb één na 40 weken en dan nu 41 weken. Dat is klaar hoor. dus dan komt hierna de Hallo, dit is mijn baby video. Hoop ik snel. Ja, 41 weken zwanger vandaag. Dingetje. Nou, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Dat heb ik in mijn vorige video ook al wel gezegd. Ja, ik had nooit verwacht voor de uitrekkingsdatum te bevallen. Daarom ben ik ook 4 weken van tevoren met verlof gaan. Omdat ik dacht, ik ga er toch alweer overheen. Dus des te meer tijd heb ik straks met mijn kleintje. Ja, er komt zeg maar een punt. Zeg maar, voor andere mensen is 40 weken wel echt een datum. Niet alleen zeg maar voor andere zwangeren, maar ook voor de mensen in jouw omgeving. Want ja, mensen leven daar toch een beetje naartoe. Bijvoorbeeld mijn ouders staan al de hele tijd stand-by, want die zijn oppas voor Niels als ik ga bevallen. Maar ik krijg echt, nou ja, dagelijks allerlei sms'jes. Is het al zover? Is er al een baby? Bla bla. Nou vind ik dat helemaal niet erg, maar ik denk wel, ja, je hoort het heus wel als ik bevallen ben en ik er aan toe ben ook om het te vertellen. Maar ja, het is blijkbaar toch, ja, leeft het ook erg bij anderen en dat is natuurlijk wel heel leuk om te merken. Ik kan me voorstellen, kijk, ik heb daar niet zo'n last van, maar ik kan me voorstellen als je er zelf heel erg veel moeite mee hebt dat je over die datum heen gaat, dat het best wel lastig is om de hele tijd dat soort berichten te krijgen van nee, de baby is nog niet nemen. Kijk, ik vind het niet erg, omdat ik het zelf niet zo erg vind om over die datum heen te gaan. Maar ik heb trouwens even mijn haar een beetje leuk gedaan. Hoe vinden jullie dat? Ik denk, nou, de datum komt dichterbij. Laten we het maar eventjes, nu het nog kan. Nee, goed, anyhow. Ja, ik kan me voorstellen dat zeg maar, voor mensen die best wel aan die datum hechten en eigenlijk al eerder dan dat hadden willen bevallen, dat het voor hen niet heel leuk is als je de hele tijd erom zou vragen. Maar voor mij persoonlijk maakt het niet uit. Ik moet er wel om lachen. Ik heb bijvoorbeeld mijn aangetrouwde Amerikaanse aangetrouwde nicht, die stuurt mij, nou ja, ongeveer alle dagen van de week stuurt ze mij een appje met een foto van een zwangere vrouw, een foto van een baby en van welke is het. En ze had zelf erg gehoopt, de 4th of July natuurlijk, dat had ze heel leuk gevonden. Nou goed, ging niet gebeuren, maar ik moet er wel om lachen dat ik dat iedere dag zo'n bericht krijg en dan stuur ik maar weer foto van zwangere vrouw terug en dan still nothing. Ja, dus het is bij anderen is het ook echt zo'n soort van heilige datum. Nou ja, goed, ik heb echt iets minder waarde aan, maar ik begin nu al op punt te komen. Ik was mijn uitgangsdatum, 's nachts werd ik heel ziek. Daar heb ik volgens mij vorige keer wat over verteld. Toen was ik echt slap als een vaatdoek. Volgens mij heb ik dat filmpje op de donderdag opgenomen. En toen ben ik donderdagnacht weer ziek geworden. Dat was een beetje jammer. Waarop de verloskundige zei, ga toch maar even met de dokter overleggen. Waarop de dokter zei, kom maar even langs. Die wilde uiteindelijk ook nog urine testen. Ik dacht, ik heb helemaal geen vocht meer in mijn lijf, maar oké, leuk. Gelukkig was alles oké, maar ze dacht een beetje aan zwangerschapsvergiftiging. Dus ze wilde toch even alles zeker weten dat dat niet het geval was. Toen heb ik wel, daarna moest ik nog naar de verloskundige. Nou, met de kleine gaat het gewoon allemaal helemaal fijn in de buik. Dus nou, nog steeds heel veel vruchtwater, nog steeds niet ingedaald. Ze zei van ja, in principe kunnen we beginnen met strippen vanaf 41 weken. Volgens mij kan het vanaf al wel eerder hoor. Alleen, daar had ik sowieso nul energie voor natuurlijk. Maar de vraag was een beetje of dat een goed idee was. Omdat ik natuurlijk nogal verzwakt was door 2 keer een hele nacht leeg te zijn gelopen aan alle kanten. Sorry voor de details. Dus de vraag was een beetje van is dat nou slim of niet. Dus we hadden afgesproken dat ik gisteren zou bellen. Dan had ik een weekend gehad om weer te herstellen.
En dan even te kijken, gaan we strippen of niet? Nou, dus ik heb het er met Sven ook over gehad, wat zullen we nou doen? Het hoeft voor mij niet qua haast. Ik heb geen haast, alleen wat ik niet wil, is dat ik met 42 weken ingeleid word. Bij Niels had strippen denk ik niet echt effect, want ik ben in totaal 3 keer geweest voor een strippoging, waarvan de eerste niet kon, want had ik nog geen ontsluiting. En daarna 2 keer, ja, of het wat heeft gedaan, ik vraag het me af. Maar het deed bij mij verder ook toen geen pijn of zo. Dus het is ook niet dat ik daar iets tegen heb. Maar wat ik vooral niet wil is ingeleid worden met 42 weken. Want ja, inleiden is gewoon minder prettig. Schijn je heftigere weeën van te krijgen. Word je sowieso direct medisch. Dus ja, ik had zoiets van misschien moet het toch maar doen. Maar ik hing het een beetje op 2 gedachten. Omdat ik natuurlijk wel verzwakt was door het hele geintje. Aan de andere kant zei ik tegen ze, ik weet nu ook niet meer of ik gewoon verzwakt ben nu nog. Of dat ik gewoon 41 weken zwanger ben en gewoon het überhaupt gewoon zwaar is. Dus ja, hinkt een beetje op 2 gedachten. Maar we hadden toch gezegd, nee, laten we gaan strippen. Dus ik heb gisteren gebeld en dan word ik vandaag gebeld voor een moment dat de verloskundige mij gaat strippen. Dus dat gaat vandaag gebeuren. Alleen de verloskundige was nu met meerdere bevallingen tegelijk bezig. Dus dat moest even, ik sta eventjes on hold. Maar ergens vandaag ga ik gestript worden. Sven had de hele ochtend vrij geregeld, zodat dat hij erbij kon zijn. Maar ik zei, ja, weet je, zij weet gewoon natuurlijk niet wanneer ze daarmee klaar is. Ik kon er een auto achteruit rijden. Dus ik zei, ja, ga maar gewoon naar je werk. En dan mama die komt dan eventjes erbij, want ik vind het wel spannend. En dat is denk ik wel het dingetje wat ik nu merk, is dat naarmate ik dichter bij die 42 weken kom, merk ik dat ik het spannender vind. En ik was helemaal niet zenuwachtig voor mijn bevalling, maar ik merk dat ik dat nu wel een beetje ben. En dat komt enerzijds omdat ik toch natuurlijk wel een beetje verzwakt ben door het hele geintje van de afgelopen week. Maar ook, ik weet waar ik aan begin. En ik weet gewoon nog dat mijn bevalling was echt geen pretje. En weet je, geen enkele bevalling is een feest, maar mijn was gewoon echt wel redelijk heftig. En dan zegt ze wel, dat zal niet meer zo snel gebeuren. Maar ja, dat is natuurlijk het referentiekader wat ik heb. En gelukkig onthoudt je brein dat niet zo goed. Maar het maakt wel dat ik een beetje... En dat had ik zeg maar, dat heb je... Als ik met 38 weken was bevallen, had ik daar veel minder last van gehad, denk ik. Om nu, ik weet, binnen nu en een week gaat het gebeuren, zeg maar. Dus dat merk ik wel, dat ik dat gewoon echt wel een beetje een dingetje vind. Het is ook niet erg. Het is niet dat ik nu denk van, dus ik wil pijnbestrijding of ik wil keizersnee. Helemaal niet. Ik wil gewoon normaal bevallen. Maar ik merk gewoon dat ik gewoon een beetje zenuwachtig ben. Ja, dat kunnen we wel stellen. Maar ja, weet je, erin laten zitten ook geen optie. Dus het moet eruit. Ik ben wel de slijmprop verloren. Ik weet niet meer precies wanneer ik die vorige keer ben verloren. Maar die ben ik gisteren verloren. Nou ja, goed, dat is hartstikke fijn. Maar dat heeft verder ook weinig gedaan. Nou kan dat ook weken dan nog duren. In mijn geval kan het geen weken meer duren, maar dat zou dan kunnen. Ik denk dat ik een beetje strié krijg. En daar baal ik wel van. Dat heb ik met Niels niet gehad. Maar ik denk ook dat komt omdat ik natuurlijk... door al het overgeven en zo, er komt er zoveel druk op dat lijf te staan. Ik denk dat niet heel bevorderlijk was. Het is niet heel erg, zal het zo wel laten zien. Maar ik denk wel van, daar baal ik wel een beetje van. En nu is het ook, weet je, ik zit nu ook thuis. Ik lig niet alleen op een zeiltje, maar op de bank heb ik nu ook maar een zeiltje gelegd. Want je weet het gewoon niet en ik weet dat ik nog steeds veel vruchtwater heb. Het is zeg maar nu echt een beetje, en ik denk ook elke keer van het huis moet wel een beetje aan kant zijn. Want je weet maar nooit, als ik nu ga bevallen is het wel lekker als het daarna een beetje opgeruimd is. Ik heb alvast wat voedingsjurkjes besteld in de sale bij de Hennis. Ik heb er 2 besteld en nog 1 overslagjurkje. Die kan ik nu natuurlijk niet passen, want ik heb nu gewoon een hele grote buik. Maar ik was toevallig op de site en ik zag sale. Dus dacht ik ook al even kijken. Ik heb hem in het zwart en in het groen besteld. Dit is de groene. Het is gewoon eigenlijk een heel simpel soort blouse modelletje met 3/4 mouwtjes. En dan gewoon, er zit een kort jurkje.
En dan heb je dus hier een drukknoopje en daaronder zit, kan je dus makkelijk de baby voeden. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk. Dus grappig. Aan het kaartje staat S, in het kaart staat S en in het bonnetje staat M. Volgens mij heb ik M besteld, want ik dacht, laten we niet altijd ambitieus doen nu. ja, hè? Nou, die heb ik zo ook in zwart besteld. Niet dat er dan hier op staat. Hier staat ook S. Misschien had ik de bedoeling om een S en een M te zetten. Hier staat ook S. Ik ben heel benieuwd. Even kijken bij die zwarte. De zwarte is wel echt een S. Nou, dan wordt het dus één van de twee. En dan heb ik nog een wikkeljurkje. Die heb ik wel, een 38. Een wit jurkje met een beetje ja, groenige, groen-zwartige stippeltjes. Groen met zwart. Een soort twee stippen door elkaar. Met een schattig soort klokmouwtje. En ook klokkend aan de onderkant. En dan overzag en ik dacht, hier kan ik ook makkelijk het dingetje openmaken en voeden. Dus deze zijn hele leuke laarsjes. Wat niks met borstvoeding te maken heeft. Maar die waren ook in de sale en die vond ik heel leuk. Omdat mijn voeten zo opgezet zijn, kan ik die ook niet aan. Nou was ik dus even, vanwege dat hele ziek zijn, was ik al mijn vocht kwijt. Of tenminste al veel vocht kwijt. Maar toch weer een beetje teruggekomen. Kijk, deze. Die vond ik echt wel heel leuk. Er zit zo'n verborgen hak in. Maar goed, die kan ik nu ook niet aan. Ik hoop dat ze straks gewoon wel kan passen. Ik weet ook niet hoe lang het duurt voordat dat een beetje weg is. Maar goed, ik heb 30 dagen. Dus dat. Ja, dus die 41 weken, ik vind het wel een dingetje. Ik heb natuurlijk vorige keer ook aangetikt. Moeiteloos, want ik ben toen 11 dagen over tijd gegaan. Dus we hebben nog wel eventjes. Sven heeft zijn geld gezet op de 12e. Ik had op de 10e, maar dat zou vandaag betekenen. Dat denk ik niet dat dat gaat lukken. Ja, we gaan het meemaken. Ja, ik merk dat ik bij Niels ook wat meer zeg van, hè, want nou, zij gaan misschien morgen, gaat Sven misschien met Niels naar World of Dino's toe, hier in de jaarbeurs. En, maar alleen als hè, mama niet aan het bevallen is en zo, dus dat je daar ook steeds meer mee bezig bent. Ik merk dat Niels heel knuffelig naar mij toe is, maar veel meer wil doen met Sven. En dat vind ik heel fijn, want hij, normaal hangt hij heel erg aan mij, maar hij... Ik denk dat hij ook ergens wel aanvoelt van, hè, mama gaat straks met die baby en ja, ik merk dat hij gewoon naar Sven toe trekt en dat vind ik alleen maar prima. Het zijn gewoon de laatste loodjes. Fysiek gaat het oké met me. Uiteraard heb ik me wel eens beter gevoeld. Ik merk dat ik gewoon lichamelijk wel moe ben. Ik kan niet echt meer lopen. Ik ben gisteren ook, weet je, doe maar alles op de fiets. Dat vind ik makkelijker. Ik zal mijn buik even laten zien. Nou, dit is hem in kleding. Kijk, en hier denk ik dat dus iets van strié komt. Dit kan ook littekenweefsel zijn. Maar het is gewoon net iets minder... ik denk toch dat dit... Ik kan niet zo heel goed zien, maar ik denk toch dat dat is. En dit is hem. Hij is niet heel veel groter geworden. Sterker nog, mama en ik dachten zelfs dat hij een beetje gekrompen was. Wat meer vacuüm gezogen was door het hele gebeuren. Ik heb ook veel meer last van harde buiken. Ik heb daar geen last van, maar ik heb veel meer harde buiken. Dus dit is het een beetje. 42 of 41 weken zwanger. Goed. Wat ik al zei, ik denk niet dat er nog een update komt. Uiteraard volgen nog allemaal andere video's. Dit waren mijn zwangerschapsvideo's. Nou komt er natuurlijk ook nog, als je het leuk vindt, ga ik de baby aan je laten zien. Bevalverhaal, de whole shebam. Maar qua zwangerschapsupdates denk ik dat we hem hiermee hadden. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Aan jullie reacties te zien, vinden jullie ze heel fijn om te zien. En herkennen jullie sommige dingen en sommige dingen ook niet. Dus dat is heel fijn. Geef elkaar vooral ook tips hieronder in de comments. Want dat is heel fijn, denk ik, voor anderen.
Ik merk dat ik zelf ook mijn eigen filmpjes van de vorige zwangerschap terugkijk. En ik kijk ook oude filmpjes van die ik toen keek van anderen. Bijvoorbeeld van Anna Saccone kijk ik ook nog wel eens. Alhoewel zij is nu ook zwanger, iets minder ver dan dat ik ben. Maar dus dat kijk ik ook. Dus ik hoop dat jullie daar heel veel aan hebben gehad. En nou ja, natuurlijk hou ik jullie op de hoogte van alles. En mijn Insta-stories doen het trouwens nog steeds niet. Daar word ik redelijk gefrustreerd van. Ik kan gewoon geen Insta-stories meer online zetten. Ik kan alleen maar gewoon normale foto's posten. Zodra ik een Insta-stories post, dan blokkeert het koffiezetapparaat. Dan blokkeert alles. Dus sorry daarvoor. Maar ja, daar kan ik gewoon niks aan doen. En Instagram reageert ook nergens op. Dus voor nu gewoon Insta-foto's. Ook leuk. Lekker oldschool. En ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel veel succes als jij ook nu met 41 weken zwanger hier nog naar kijkt. En denkt, when? Het komt er echt aan. En dan mag je je kleintje vasthouden. Dat is het mooiste moment van de wereld. Doeg!